Hallo, leuk je kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we weer eens een keer Factorio spelen. Ik ben ondertussen al een beetje verder gegaan. Ja, ik heb de start al gemaakt. Hiervan komt nu het clipje.
Nou, zoals jullie konden zien was dat dan even snel alles gemaakt. Nu gaan we er even snel doorheen lopen dus. Ik blijf een beetje uitgezoomd om puur om te zorgen dat het geluid niet mij over gaat treffen. Ah nee, voorlopig gaat dat nog echt niet gebeuren. Nou ja, nu staan we dus bij een stroom. Hier wordt dan de stroom opgewekt die wij verder gebruiken eigenlijk de hele tijd. Hier ja, komt dan alle kool er naartoe. Dus het is een beetje overkill, dat kan je ook zien. Alles stekt gewoon helemaal op. Het was hier en hier en hier. Maar zo weet ik in ieder geval zeker dat ik voldoende heb. Ik heb hier dan dat ik automatische stenen harvest. Om dus hier dan... Ah, hier komen dan bakstenen eruit. Maar die gaan dan ook weer verder, sommige. Om daar muren van te maken. Om mezelf zo te kunnen beschermen tegen vijanden. Ik zie nog geen vijanden in mijn starters area. Dus dat is helemaal top. En hier hebben we dan iron. Iron dat wordt geproduceerd. En dat wordt dan naar stalen platen gemaakt. Hier hebben we dan mijn koper. Hier heb ik even twee miners neergezet. Snel om nog wat meer koper plates te krijgen. Of iron plates te krijgen. Omdat die gaan er heel snel doorheen. Nu ik dit helemaal heb geoptimaliseerd eigenlijk. Laten we maar even snel nog wat Nifgame opgehaald. Want die kon ik nergens meer vinden. Die was gewoon niet vindbaar, deze opstelling. Dus ja, dan moet je zelf maar hem opzoeken. Maar dat is even snel de update. En ja, dan zeg ik dus bedankt voor het kijken. Ja, het was echt even snel een update video van wat heb ik nou gedaan met Factorio ondertussen. En waarschijnlijk volgende keer zal ik waarschijnlijk iets met olie hebben gedaan. En ja, dan zeg ik dus bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren, hopelijk vond het een leuke video. Ik zou zeggen, klik op de video's die hierna komen, om lekker verder op mij te blijven kijken. En tot ziens.